Welkom op Staaien voor de derby in de XG League vanavond. De derby tussen STVV en Tienen. Een echte derby, want de stadions van de twee clubs die liggen op exact 15 kilometer van elkaar. Veel volk dus hier op Sint-Truiden. Mark Hendricks die is er ook opnieuw bij. Hij mag starten zelfs. Hij zal op de linkerflank plaatsnemen van STVV. En deze man mag ook meespelen. Daan Vaassen komt in de ploeg omdat Vince Vraar geschorst is. En ook Sefas Chimetsa die mag starten. Hij komt in de plaats van Sébastien Siani die niet helemaal 100% fit is. En dus op de bank start Siani. Dat is de grootste verrassing in de elf van STVV. Voor het overige weinig verrassingen. Vaassen komt dus centraal postvatten naast Cantalupi. Iedereen fit bij Tienen. Geen geblesseerde. Dus dat ziet er goed uit voor Daniel Nassen. Hij speelt met Schuurmans in doel. Achteraan het duo Van de Put van Hees. Op links David van de Kouter. Op rechts Davy Peters. En dan een middenveld met Neven en Bogaert, de twee ex-STVV'ers. Daarvoor centraal Thijs. En dan drie jongens vooraan, een 4-3-3 dus eigenlijk met Dufour als balvaste diepste man. Chimetsa, de bal in de box, daar moet Sidi B zijn. Terugleggen, Sidi B opnieuw. En het schot van Hendricks en de goal. Hij kan het nog altijd, Mark Hendricks. Zijn nummer 2 van het seizoen. Hier nog eens kijken, bal goed voorgebracht door Chimetsa. Terugleggen, Sidi B. En dan via een Tiense schouder komt die bal bij Hendricks, die niet twijfelt. Goed gedaan van Wagenmakers. Chimetsa voor Sidi B. Geen buitenspel. Ja, bijna hoor. Goeie mogelijkheid van Ibrahim Sidi B. Met het hoofd. Hoefde zelfs niet te springen. Mooi naar achteren gekopt. Sidi B met ruimte. Sidi B recht op toelaaf. Maar goede reflex van Schuurmans. Knappe voetreflex hier op Sidi B. Sneller dan de twee centrale verdedigers van Tienen. Andere kant nu met Penga. Penga die moet scoren. Wat een misser van Penga Ilenga. Nog eens kijken. Cantalupi krijgt de bal niet weg. Penga volgt goed. En dan misstappen van de Ferm. Wiel mee. Terugleggen. Mennis met de linker. En de goal. Wim Mennis. Met zijn linker maakt hij zijn tweede voor STVV. Wiel mee. Die ziet dat Mennis goed gevolgd is. En dan wijkt die bal af natuurlijk. En geen buitenspel, zegt Vervecke. Sidi B is weg. Wie mee is mee. Sidi B voor wie mee. En de 3-0. Het is over en out. Nog eens kijken. Balverlies Belme. En dan Sidi B die goed vertrekt. Belme laat hem gaan voor Thijs met het schot en de goal. 3-1. Nauwelijks een minuut na de 3-0 van Belme. Nog eens kijken. Belme laat hem slim gaan voor Thijs die goed komt aangelopen. Goed geopend voor Hendricks. Voorzet. Sidi B met de goal. 4-1. Ibrahim Sidi B. Het is over en out nu helemaal. En Sidi B. Goede controle, goede aanname.
Hendricks met de voorzet. Hij is de enige echte assistenman. En dan tussen de benen van Schuurmans door. Menis de andere kant op. Keuze. Keuze met het schot. Ja, wil zich echt bewijzen, Osman Keuze. Hier had hij kunnen voorzetten, moeten voorzetten ook. Sidibé met de vuist van Schuurmans. En dan Hendricks. Gaat hij de bal nog eens voor doel brengen? Bijna Siani. Of was het Chimezza? Jawel, Chimezza. Hier Hendricks, die hem nog binnenhoudt en goed voorzet. En Chimezza, die hem als laatste raakt. Hoekschop, keuze. Eerste paal. En gaat hij binnen? Jawel. Kurt Weuts is de man die scoort. Hij zorgt voor de 5-1. Kijk eens, stond alleen. Had de tijd en had de ruimte. Fout daar van Weuts, de man van de vijfde goal. Krijgt hij rood. Meteen rood. Nog eens kijken. Van Hees, die hem hier wegtrapt. En Weuts, die naar geen bal gaat, maar volledig naar de man. Ja. En hier de ongelukkige Bart van Hees. Heel zwaar getackeld door Kurt Weuts. Totaal onnodig. En nu is het gedaan. STVV heeft nog eens een ruime zege op zak. Een zege die ongetwijfeld deugd doet. En die heel veel twijfel zal wegnemen rond dit elftal. STVV blijft stevig aan de leiding in de X-Key League.